In het tweede deel van deze video wil ik je laten zien hoe je kan omgaan met veel data. We hebben nu elke keer één record geïnsert of geupdate, maar stel dat je er 30 hebt, of 50, of 200, of, of 2000. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, uh, ik heb weer verbinding gemaakt met mijn MongoDB-server. Uh, je kan weer met het commando show dbs kijken. Er zitten hier dus drie uh, databases in. En uh, wil je de database uit de eten gaan gebruiken? Want admin en local, dat zijn de. Uh, de systeemdatabase, dan doe je gewoon use uit eten. En nu is de database uit eten geselecteerd en kan je met het commando db uh, allerlei opdrachten geven. Als je denkt: van ja, hoe zat het nou ook weer? kan je natuurlijk ook gewoon kijken in de online omgeving van MongoDB. Hier heb ik mijn cluster. Als ik op dat cluster druk, uh, krijg ik wat info erover en hier zie je bij collections. Uh, dat ik dus inderdaad een uit eten heb en ik heb een uh, collection restaurants en daar zitten op dit moment geen records in. Dus die is leeg en dat kunnen we natuurlijk ook wel even controleren. Want als we bijvoorbeeld zeggen uh, db: find, dan geeft hij dus niks en dat klopt, want er zit niks in. Nou, uh, tot zover uh, geen nieuwe informatie. Uh, we gaan nu een aantal records toevoegen. Stel dat we heel veel restaurants hebben. Er zit nu even niks in. Maar ik heb een leuke uh, JSON gemaakt van een aantal restaurants. Niet heel veel hoor. Dus we hebben hier weer die taverne, de Griek. Die heb ik maar weer even bijgezet. Maar we hebben ook een aantal uh, andere restaurants. Willekeurige restaurants in de, de omgeving hier. Die selecteer ik gewoon. Ik ga even terug naar mijn terminal. Ik kan dus nu zeggen: db.restaurants. Maar niet find natuurlijk, maar insert many. Dus many is dus uh, ja, uh, uh, meer dan één, zeg maar. Dat klinkt logisch natuurlijk. Dus ik plak hier mijn. Ik plak hier mijn hele script in. Haakje sluiten. En je ziet, hij heeft er nu vier ingemaakt. Iedereen heeft een uniek idee. Niet, niet heel erg origineel, twee, drie, vier en vijf, maar het is wel allemaal uniek. Dus als ik nu weer even kijk wat er in Find zit, dan zie je ze zitten. Zie je? En dit was natuurlijk lelijk, dus dan konden we Pretty... Uh, erachter, uh, ...achter typen met haakjes natuurlijk. En dan zie je ze wat beter. Dus dit is wat we net ingevoerd hebben. Dit is dus hetzelfde als dit. Dus deze zitten nu in mijn database. Uh, dus dat is het eerste stuk. Je kan dus met heel veel data met Insert uh, Many doen. Stel dat we nu zoeken naar de rating... Uh, wat moeten we dan zoeken? Nou, uh, 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 van de categorie uh, rating. Uh, wat zoeken we dan naar iedereen die bijvoorbeeld een rating heeft. die. Uh, groter is. Eh, dollar teken gt. dan bijvoorbeeld 50. En dat moet natuurlijk ook weer even. leuk uitzien. Zie je? Dus we krijgen nu. Uh, 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 de 3 terug. Er is dus blijkbaar iemand die een rating heeft. Als we even in het origineel kijken. Uh, deze heeft een rating van 55. Kijk, kijk deze, uh, dit restaurant heeft een rating van 40. Die komt dus niet mee. Dus, uh, je ziet hier ook dat die niet hier mee komt. Dus zo kan je een beetje filteren. En zo kan je dus ook wat meer uh, informatie uh, ophalen. En dan wordt het ook wat zinvoller. Wil je nou wat updaten, bijvoorbeeld? Uh, in heel veel verschillende. Records, dus je wilt dus niet één veld updaten, maar je wilt er wel vijf tegelijk. Bijvoorbeeld uh, country is uh, ne uh, Nederland, dat moet allemaal country is NL worden. Ik noem maar wat. Uh, stel dat we dat willen doen, uh, dan kunnen we natuurlijk, nou je raadt het al, niet een eh, een update. We vorige videootje had je update one, nu heb je update many. Dus dan doe je meerdere velden tegelijk. Nou, hoe gaan we dat doen? Update uh, many. Um, nou, de vraag is: wat moeten we dan updaten? Nou, uh, bijvoorbeeld het veld uh, country. En uh, wat moet het dan worden? Dus de, de volgende vraag, zeg maar, uh, dus het veld country gaan we updaten. En uh, of iedereen? De vraag ik natuurlijk eerst uh, uh, welk veld dan? Nou, iedereen waar Nederland staat, dat moet geupdate worden. Dus dat hoort bij de eerste selectie en dan de komma en dan, nou wat moet het dan worden zeg maar? Um, dollar teken set en set uh, moet dan worden. Uh, Waar doen? We, wat deden we uh, NL bijvoorbeeld? Hoofdletters mooier. Zo. Stel dat je dit wil updaten. Waarom? Zou ik niet weten, maar het is een voorbeeld. Stel dat je dit wil doen, dan kan je dus je selecteert eerst van welk veld. Dus alles waar country is Nederland, dan zetten we country is nl. Oh, en dan gaat er een foutje. Ik denk dat ik het al zie, want dit is een quote. het moet natuurlijk dubbele punt worden. Dus zo maak ik ook wel eens foutjes. En het is wel eens goed om te zien dat je dan dit soort error messages krijgt. Kijk dan even heel goed wat je doet. Uh, meestal is het gewoon een typfout. Dus uh, als je altijd uh, het veld waar je op filtert en uh, wat je ervan wil van maken, als dat klopt, dan moet het kloppen. En als je dan dit soort errors krijgt, dan is het meestal een typfoutje. Je ziet, ik heb vier uh, velden geüpdate, Ik heb het gefixt. Uh, even kijken. Nou, uh, iedereen, uh, laten we alles even ophalen. Kijk, is je NL. Wat je dus ook kan doen is in de browser kijken. Uh, bij je MongoDB moet je hem natuurlijk wel even refreshen. Uh, bij die collections waar we net waren in het begin. Als je die opnieuw opvraagt, dan zie je al die records hier staan. Dit is misschien een wat visueler, uh, handigere uh, aanpak, zeg maar. Dus uh, hier kan je het ook even bekijken. Maar goed, uh, als echte IT'er werken we natuurlijk in de terminal. Dus uh, op deze manier kan je de commando's geven. Stel dat jullie willen inserten in de database, uh, dan kunnen we weer uh, met uh, niet de update-menu, maar de insert-menu, dat is hetzelfde wat we net hebben gedaan. Ik kan dit dus gewoon in restaurants, ik zou je laten zien hoe, hoe ingewikkeld je de database kan maken. Stel dat ik deze hele, uh, al die mensen in het restaurant wil inserten, kan ik die gewoon inserten. Wat ik nu gedaan heb, ik heb dus eigenlijk een compleet andere layout, zeg maar, een compleet andere structuur uh, geïnsert in dezelfde database, uh, in dezelfde collection restaurants. En dan krijg je dus echt wel een heel vreemd iets, want als je bijvoorbeeld online kijkt, is het misschien even makkelijker. Uh, hier zie je nu in restaurants zowel de structuur zitten van die restaurants als de mensen. Nou, dit, dit kan dus technisch. Dit is niet heel erg handig, want nu moet je toch echt wel. Wat is nu een restaurant en wat is nu een persoon? Dan moet je toch echt wel een beetje op gaan zoeken. Uh, dus dit is niet echt heel erg handig. Wat we beter kunnen doen, is een nieuwe collectie aanmaken voor, uh, voor deze personen. Dus laten we dat gewoon maar even doen. Uh, en dan doen we het wel even opnieuw. Dus als ik hier zeg db. Uh, personen. Uh, zie je dat hij dus weer een nieuwe collectie maakt, personen. Er zit nog niks in, dus je denkt, hè, net als vorige keer, hij creëert dit gewoon, ook al bestaat het niet. Dus in, niet in restaurants, maar insert personen. Dan plakken we die er even in. En dan zie je... Uh, dat ze er nu in een losse collectie zitten en dat maakt het leven wel fijner. Want... Erin is niet zo moeilijk, maar eruit is wel een stuk ingewikkelder. Dus nu hebben we een aantal um, personen erin gezet. En, en wat je opvalt is, er staat daar type it for more. Dus blijkbaar is die Gordon, die laatste persoon, wordt dus niet meegegeven. Dus uh, dat is een, um, ja, je krijgt dus de eerste, ik dacht 20 records of zo, terug. En daarna moet je wel uh, uh, it typen om uh, meer te, uh, terug te krijgen. Wil je nou alles in één keer zien, ook al heb je 500 of 15.000 of 200.000 records, dan doe je uh, niet pretty, maar toArray. Als je de toArray doet, dan krijg je ze allemaal. Nou, dat is een klein geitje, uh, handig misschien uh, voor als je dat een keer nodig hebt. Dus met de commando toArray uh, doe je dat. Nu is het laatste. We hebben natuurlijk in die, uh, in die database van restaurants. Van die collection. Even kijken wat er ook weer in zat. Zie je, daar zitten ook al die personen in. Nou, dat is best wel lelijk. Dat is eigenlijk een foutje. Die willen we eigenlijk gewoon verwijderen. Dat is de laatste die ik je laat zien. Dus stel dat je denkt van nou, ik moet al deze mensen eruit hebben. Ja, dan wordt het wel een beetje lastig. Maar het voordeel is dat hier een veld in zit dat heet age en de age is de leeftijd en die restaurants hebben dat veld niet. Dus dat maakt elke persoon, zeg maar, dat heeft elke persoon hetzelfde en heeft een restaurant niet. Dus die truc gaan we gewoon even gebruiken om die boel te verwijderen. Nou, hoe gaan we dat doen? Uh, dus in de restaurants is het natuurlijk delete many. Nou, wat moeten we dan uh, deleten? Dat is natuurlijk vraag 1. Uh, de age. Hè? En wat moet er dan gedelete worden? Ja, uh, alles wat groter is, bijvoorbeeld dan uh, 0. Dan hebben we ze allemaal. Uh, dus wat doen we dan? Greater than. No. En zo uh, hebben we dat uh, neergezet en uh, als we het goed is doen hebben we de 21 delete. En als we dan weer even kunnen kijken, hier, dan hebben we alleen de restaurants over. Dus dit, uh, zo kan je dus deleten en zo kan je dus deleten met een soort filter. Uh, daar kan je zelf uh, mee uh, klooien. Nou dit was deel 2 van de MongoDB. Uh, volgende week gaan we nog één uh, videootje maken en dat gaat over aggregation.